is in de war. Hevig in de war. De vertrouwde instituten wankelen op hun slappe benen. De elites verschansen zich achter hun muren. Het is één grote chaos en iedereen is aan het schreeuwen. Het volk mordt en laat zich niet langer de les lezen. Alle nuance gaat verloren in een woedende schreeuw om aandacht. Mondigheid is mooi, maar lawaai alleen is lelijk. Er is een groot gebrek aan leiderschap. En aan zingeving. Er moet iets veranderen. Structureel. Het kan niet zo blijven. De rijkdommen hebben geleid tot zelfgenoegzaamheid, verspilling, zedeloosheid, verstarring en corruptie. En cynisme. En de regenten hebben zich met hun netwerken verzekerd van hun posities. Het systeem is vastgeroest. Achterhaald. Het roer moet om, maar hoe? Ariaan. Door de rotte plekken uit de organisatie weg te snijden. En ons weer met onze dagelijkse toewijding aan de kerk en de erediensten bezig te houden. Dames en heren, paus Adrianus van Utrecht, de enige Nederlandse paus van 1522 tot 1523. Van alles geprobeerd, niets bereikt. Wat een onzin. Het roer moet om. Maar hoe? Erasmus. Door de bestaande orde te bekritiseren en de misstanden met woorden aan de kaak te stellen, zonder daarbij de eenheid in de kerk te verliezen. Desiderius Erasmus leefde van 1466 tot 1536. Nederlands priester, theoloog, filosoof, schrijver en humanist, observator, satiricus, criticus. Kortom, kan niet kiezen. Veelzijdig noem je dat. Het roer moet om, maar hoe? Luther. Door de kerk. Met al zijn regels, rituelen en functionarissen te verlaten. En het geloof opnieuw op te bouwen op basis van de Bijbel en de persoonlijke band van het individu zelf met God. Wij zijn de hervormers. Wij zijn de hervormers tegen wil en dank. Wij zijn de hervormers. Zoeven we nu terug naar het begin van de 16e eeuw. Zoef! Nou, dit is dus Maarten Luther. Hij werd geboren in 1483 en hij wordt 63 jaar oud. Hij wil net als Adriaan en ik de kerk veranderen. Luther is een bijzondere man. In feite zijn wij het eens. Over alles. Ja, bijna alles. Erasmus en ik hebben allebei in Leuven gestudeerd en ik bewonder zijn werk en zijn geest. En met Luther heb ik meer moeite. Moeite? Jij haat mij! Toch nee. Ik heb medelijden met je. En ik hoop je weer op het rechte pad te krijgen. Zei jij niet over mij? Het kan toch niet zo zijn dat elke tendentieuze en perverse figuur de vrijheid heeft om de eeuwenoude posities van de kerk zomaar omver te gooien? Ja. En jij? Waar kroont men zulke ezel? Het is Satan die uit zijn mond spreekt. Nee, jij dan? Het kwaad van Luther moet met het zwaard worden uitgehoed. Nee, jij, deze paus is de antichrist, de persoonlijke manifestatie van het kwaad. Jongens! Genoeg. De paus ezel. Hé! Hey. Jongens, nou. Dit is dus Maarten Luther. En die zit hier. En die blijft hier ook zitten. Ja? Maarten Luther. Zijn vader wil dat hij jurist wordt. Ik wil dat niet. Nee. Hij belooft tijdens een blikseminslag aan de Heer dat hij monnik zal worden als hij het dan maar overleeft. Oh, dat vind ik zo'n mooi verhaal. Ja, ik geloof er niks. Maakt niet uit, het is een schitterend verhaal. Ik ben doodsbang. Ik kom op de terugreis van een bezoek aan mijn ouders in een zware storm terecht. Nog een paar uur van Erfurt verwijderd treft mij een hevig onweer. Vlakbij slaat het bliksem in. Het is de hel op aarde. Ik word door de druk die daarbij vrijkomt tegen de grond geslingerd. Tijdens dat onweer zit ik een uur lang op mijn knieën onder een boom als een bezetene te bidden. Onder een boom. Ja, dat had hij beter niet kunnen doen. Ja, met de kennis van nu.
Maarten Luther is natuurlijk vooral bekend van de 95 stellingen die hij op de kerkdeur in Wittenberg heeft gespijkerd. Nou ja, gespijkerd. Ja, het was gewoon een mededeling geworden. Het is altijd onbehouden om een tekst op een deur te spijken. Ja, maar het is een mooi beeld. En een mooi beeld moet je nooit ter discussie stellen. Ja, maar in feite stonden die stellingen gewoon tussen de aankondigingen en de oproepen. De kamer te huur, hulp in de huishouding gevraagd. Tweedehands buggy. Nou, dat denk ik niet. Waar gingen die 95 stellingen dan over? Goeie vraag. Dank je. Over de aflaat. Alle 95? Zo'n beetje. Ja, de aflaat, de aflaat is de brief die je aanschaft bij de kerk waarmee je je zonde kunt afkopen. Zodat je minder lang in het vage vuur hoeft te blijven. Ja, dat is waar. Het vage vuur is de onprettige wachtkamer waar je na de dood eerst van je zonde wordt gezuiverd voor je naar de hemel mag. En waarom verkopen die kerken die aflaten? Met de inkomsten worden kerkgebouwen gerestaureerd. Ja, zoals de Sint-Pieter in het Vaticaan. Of de schulden van kerkleiders afbetaald. Ja, zoals van de machtbelustige bisschop Albrecht van Brandenburg. Het systeem wordt alsmaar idioter en corrupter. In Duitsland worden die aflaten niet alleen verkocht aan gelovigen die hun zonde hebben opgebiecht, maar ook aan wie zich vast in wil dekken tegen eventuele zonden in de toekomst. Sommigen kopen een aflaat om de kwellingen in het vage vuur te verkorten van hun al overleden familieleden. Telkens als er een geldstuk in de schatkist klinkt, is er een ziel die uit het vage vuur springt. Ja, dat is de reclameslogan van priester en aflatenverkoper Johan Tetzel. Maar in mijn Wittenberg mag Johan Tetzel zich niet vertonen. Maar als ik enkele parochianen na hun biecht een boetedoening op wil leggen, zwaaien ze toch met Tetzels aflaatbewijzen, die ze in naburige steden op de kop hebben getikt. Ze eisen vrijstelling van hun straf. Ik ben dit zo zat dat ik in één lange woedeaanval met stellingen opschrijf en uithaal naar deze belachelijke handel. Ja. Maar je bent hier echt niet de eerste in, hè? Zeg ik dat dan? Ik ben wel de meest overtuigende. Zou u voor, pak een beet, 10.000 euro een aanbetaling willen doen op uw plaats in het hiernamaals? U krijgt dan van mij een bewijsje dat u 3 maanden eerder van het vage vuur naar de hemel mag. Moet u wel bij u houden. En maar hopen dat het geen vlam valt. Maar zou u dat doen? U vertrouwt uw eigen artsen al niet. Waarom zou u iemand vertrouwen die zich beroept op kennis over het leven na de dood? Nou, je maakt het systeem zo wel erg belachelijk, hè? Het is belachelijk. Men moet de christenen leren dat de paus voor het geven van aflaten meer behoefte heeft aan een vroom gebed dan aan contante betaling. Nou, heer, heer! Ik bedoel de paus in het algemeen. Goed zo. Niet uw heiligheid. En dan is Luther ineens beroemd? Oh, nee, joh. Oh, nee. Wittenberg is een piepklein stadje. Dat is heel ver weg van Rome. Hoe cares? Nee, die stellingen van hen die zijn in het Latijn. Oh, dus al zijn lezers zijn 2,5 monnik. Nee, Rome is dan ook niet bepaald onder de indruk van deze onbeschaamde monnik. Zijn eis om de aflaat te leren ingrijpend te herzien, nou, het zal hooguit een vermakelijk, maar ondergeschikt punt zijn op die volle Rooms agenda. Maar kort daarop maakt Luther een samenvatting van de stellingen in het Duits. En verspreidt die onder alle lagen van de bevolking, onder alle boeren, onder alle burgers, onder alle Duitsers. En hoe? Met een uitvinding die op dat moment nog niet zo heel erg bekend is, de boekdrukkunst. Ja, die bestaat wel al even, maar is nog nooit zo doordacht gebruikt als Luther dat nu doet. Dankzij Luther draaien die persen overuren. Hij heeft alles aan de boekdrukkunst te danken. De boekdrukkunst is een door de hemel gezonde technologie die als doel heeft het woord van God te verspreiden en dwalingen uit te bannen. Jij hebt er ook geen gesproken, Erasmus. Ja, ja. Ja. Ach, wat heb ik genoten van jouw woorden, Erasmus. Ik hield van jou, van jouw geest, van jouw werk. En jij hield van mijn werk. Ja. Totdat jij mij verloven bent. Nou, wat? Ik jou verloven. Nee, mij verloven. De drukkerijen zijn het internet van de 16e eeuw. Ineens is de omloopsnelheid van ideeën
onvoorstelbaar groot en Luther die begrijpt heel goed hoe een massamedium werkt. Al zijn ideeën verspreiden zich razendsnel. Ideeën over wat er in de weg staat van het zuivere geloof. Ideeën over katholieke rituelen en functionarissen. Allerhuis tussen mens en God. Het is koren op de molen van de gewone gelovigen. En dan bedenkt Luther dat het handig is als ook zijn portret wordt verspreid. In hoge oplaag. Nou, dan weten de mensen tenminste met wie ze van doen hebben, hè? Ja. En zo maakt iedereen kennis met het fenomeen Luther. Theologen reageren. Ik reageer weer op hem. En dat wordt dan weer gedrukt en gelezen. En zo blijf ik maar schrijven. En zo blijven de persen maar draaien. En zo blijf ik die giftige woorden maar lezen. Je bent een hype. Een wat? Een hype. Een raasje. Dat zegt mij niks. Ik was in elk geval al gauw de beroemdste Duitser van mijn tijd. Al zeg ik het zelf. Ja. En dan vindt mijn voorganger, paus Leo X, dat hij te ver gaat. En die doet Luther in de ban. Ik krijg 60 dagen om mijn vergissingen te herroepen. Ha! Anders wordt Luther tot ketter verklaard die niet meer bij de katholieke kerk mag horen. Deze zogenaamde pauselijke ban. Deze excommunicatie, beste mensen, is een machteloos en krachteloos middel. Zij kan geen effect hebben op de innerlijke relatie die een christen onderhoudt met God. Van nu af aan ben ik dus een ketter. En voor een ketter is er maar één straf. Ja, de brandstapel. Ja, of de galg. Of de bijl. Ja, in elk geval de dood. Dood. En wat doet Luther dan? Ik verbrand het bevel in het openbaar. En dan breekt de pleuris uit. Opstand! Chaos! Het rumoer dat ontstaat is veel groter dan ik ooit kon voorspellen. Oh, jij weet toch dat de situatie explosief is? De boeren zijn het zat. Wat? Alles, het gezag, de kerk, iedereen die ze onderdrukt. Niet mijn verantwoordelijkheid. Jouw woorden zijn de lont en het vuur. Het is niet mijn schuld als anderen de straat op gaan om herrie te schoppen. Iedereen bemoeit zich er nu mee. Iedereen leest jouw werk. Of laat zich voorlezen. Alle boeren, burgers, monniken. Iedereen wordt Lutheraan. Er ontstaat een totale chaos. Een burgeroorlog tegen de legers van de vorsten en die van de orthodoxe kerkleiders. Dagen en nachten van geweld. Achtervolgingen, slagpartijen, plunderingen. Krachtingen. Verminkte lijken achtergelaten in de modder op het slagveld. Gruwelijk. Dit is helemaal niet wat ik voor ogen had. Ach, natuurlijk wel. Jij bent toch niet naïef? Jij speelt bewust met vuur. Ja, maar het loopt gewoon uit de hand. En zelf duik je onder. Bij de keurvorst van Saksen. Ja. Je dacht dat het gezag dit allemaal toe zou laten. Jij hebt een leger van opstandelingen gekweekt met die opruilende praatjes van je. Ik heb nooit voorzien dat het zo zou lopen. Ik hou van orde. Ik erken het gezag, omdat het door God is aangesteld. Wie zich tegen het gezag verzet, verzet zich tegen God. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Tenminste, dat heeft hij altijd gezegd. Sterker nog. Ik heb hier de volgende woorden van jou. Ik zal ze eens lezen. Voorlezen? Graag. Laat daarom iedereen die dat kan, de opstandeling slaan, wurgen en steken. In het geheim of openlijk. En bedenken dat er niets giftiger, schadelijker of duivelser kan zijn dan de opstandeling. Het is net als wanneer men een dolle hond moet afmaken. Als jij hem niet doodt, zal hij jou doden. En een heel land met jou. Niks giftiger, schadelijker of duivelser dan de opstandeling. Een dolle hond die men af moet maken. Ga jij zo met je volgelingen om? En hoe moet ik het rijmen met liefde en genade? Laat hij die niet wil begrijpen, het niet begrijpen. Laat hij die niet wil weten, onwetend blijven. Het is genoeg dat mijn geweten Christus behaagt. Nou, weet je wat ik vooral zo wrang vind? Jij schrijft dit vlak na dat bloedige
die steekpartij in het bloedbad in Frankenhausen was dat. 15 mei 1525, de slag bij Frankenhausen. De legers van de Duitse vorsten vallen de opstandelingen aan, die zich niet verweren omdat zij vertrouwen op Gods bescherming. Van jouw mensen, jouw volgelingen, afgeslacht bij duizenden. Ja. Ze hebben geen schijn van kans. Jij laat ze geloven dat woorden van wapens kunnen winnen. Zie jij dan niet dat er een direct verband is tussen jouw ideeën, die een mensenmassa op de been brengt met hoopvolle verwachtingen, en die tragische revolutie waartoe zij zich vervolgens geroepen voelen? Wacht even, ik heb dit niet na het bloedbad geschreven. Ik schreef het ervoor. Het werd alleen daarna pas uitgegeven. Oh. Daar liet de boekdrukkunst jou even in de steek. Dat is alles wat jij hierover te zeggen hebt. Het is een kwestie van verkeerde timing. Zoals ik al zei, ik heb rebellie altijd afgewezen. Ik hou niet van geweld. Niet van, niet tegen opstandelingen. Ik heb me tegen de gebruiken van de kerk gekeerd. En mijn visie opgeschreven. Meer niet. Ja, en daarmee mobiliseerde jij de gewone man. En als die geest eenmaal uit de fles is... Het zijn de mensen die mijn woorden interpreteren. Die de fakkel in het hooi gooien. Zij borren het vuur op. Ik zie mezelf meer als kerkverlater dan als kerkbestormer. En ja, ik zie mezelf graag als inspirator van een breed publiek. Jullie, beste mannen, willen het gewone volk daar altijd maar buiten houden. Jullie vinden dat de gelovige eerst maar eens theologie en Latijn moet studeren voor ze zich daarmee mogen bemoeien. Nou, voor mij is het een grote stap vooruit dat een gewone man mondig wordt. Het gaat hen ook aan. Met deze chaos als volk. Het volk is een veelkoppig monster. Het begint ergens op een pleintje met 5 monniken die het vrije woord tot de omstanders richten. 3 dagen later staat het hele plein vol. Er ontstaat iets moois. Hoop. Maar ook iets dat ik niet in de hand heb. Strijdlust. Een collectief gevoel dat er iets kan veranderen. Adrenaline. Nee, moordlust. Ja, Luther, volgelingen hebben... Het is een hele zorg. Als je had geweten dat er zoveel bloed zou vloeien. Geen strijd zonder bloed. De zittende macht wil altijd blijven zitten. Zeker als ze al eeuwen aan de macht is. Je doet niet zomaar afstand van macht... Je verdedigt je. En jij, Adriaan, jij bent groot inquisiteur geweest. Jij weet wat het is om ketters te vervolgen. Jij weet dat godsdienst en bloedvergieten hand in hand gaan. Nou, zoveel afvalligen heb ik ook weer niet gevonden, hè? Nou, keizer Karel zou je niet als inquisiteur aanstellen als er geen ketters waren, hè? Dus er waren ketters. En dus heb jij ze naar de beul gebracht. Dus praat me niet van geweld. We hebben allemaal bloed aan onze handen. Ja, alleen onze listige vriend Erasmus niet, maar dat komt vooral omdat hij zijn handen niet vuil wil maken. En geen kant durft te kiezen en zich nergens aan wil verbinden. Heer, heer, precies hierom, dus precies dit. Wat een hysterie. Oh, wat is de wereld verhit. Er wordt tegenwoordig van je verwacht dat je met een zwaard de arena betreedt en met wilde beesten vecht. Oh, stel je nou toch niet zo aan de arena. Nou, die is altijd van zwaardvechters geweest, hè? Nee, jij verwijt mij dat ik geen keuzes maak. Die maak ik wel. Die maak jij niet? Nee, Luther heeft gelijk, die maak jij niet, Erasmus. Ja. Nee. Als je mij aan jouw kant wil krijgen om macht uit te oefenen, om een overwicht te creëren of om te domineren, dan pas ik. Te alle tijden. Ik behoor helemaal niemand toe. Waarom moeten goede bedoelingen altijd worden betaald met bloed? Ja. Ja. Waarom? Ja. Ja, misschien omdat wij het al niet eens kunnen worden. Alles moet anders. Daarover zijn we het eens. Nou ja, alles. Bijna alles. Maar hoe? Wij zijn de hervormers. Ja, wij zijn de hervormers. Ja, wij zijn de hervormers omdat we alle 3 aan de wieg staan van de reformatie. Ja. Oh, je bedoelt als wij het niet doen, dan doet een ander het wel. Ja. Want de tijd is rijp. En de kerk is rot. En na ons zal niets meer hetzelfde zijn. Dank u wel.